Tag allemaal, mein Name ist Marc Kiewitz, ich bin hier ein Kantor in Luxemburg und goedendag aan iedereen die zich verbonden heeft met mijn beeldscherm voor het volgende webinar. Vier eenvoudige en effectieve taakstrategieën voor beginners. Maar het is zeker ook interessant voor professionele traders, misschien iets nieuws te leren en een klein uittreksel te hebben uit ons grote arsenaal van automatische handelsstrategieën. In de volgende drie kwartieren zult u de volgende strategieën leren kennen. Dus het is Daily DAX, de eerste strategie die we gedetailleerd bekijken. Dan komen we naar Open Trade. Dat is een heel eenvoudige en oude strategie. Geschikt voor beursindexen, vooral Europese beursindexen, die 's morgens starten rond 8 of 9 uur. Morning Buy is ook een hele eenvoudige, zijn alles eenvoudige strategie, maar een echt eenvoudige strategie. Geschikt voor de DAX-handel of de CAC 40. En de Turnaround Tuesday is een speciale strategie voor de DAX-index. Ja, het gaat opnieuw om heel interessante strategieën. U mag altijd vragen stellen. U mag deze in de chat intypen. Ik zal deze dan proberen te beantwoorden voor iedereen. En wij beginnen in medias res met het volgende, met een risicowaarschuwing. Dat kent u al. We zijn verplicht dit te tonen aan het begin van elke webinar. U weet zeker dat CFD's complexe instrumenten zijn. Met een, met een beperkte, maar toch een relatief grote hefboom-effect. Dan kunt u veel meer verliezen dan dat u wilt. U kunt niet onder de nullijn gaan, dus u kunt niet een negatieve debiet hebben. Maar dit risico bestaat wel bij bijvoorbeeld futures trading. En in dit geval is het best dat u hulp van een financieel adviseur krijgt of en kijkt of deze financiële instrumenten ook geschikt voor u zijn. De volledige risicowaarschuwing vindt u terug op onze website www.whcfinvest.be of .com. Wij beginnen direct met de eerste strategie. Dus we gaan direct in medias res. En ik zal na elke strategie een beetje in de theorie laten zien dat ik u een beetje laten zien in een nanotrader platform. Dus dan kan ik een beetje voorbeelden laten zien, tonen op de grafieken van de laatste dagen. Wij starten dus onmiddellijk met Daily DAX. Ja, Daily DAX is een strategie van ons grote arsenaal. Ik laat u nog eens op de website even laten zien waar u het allemaal terug kan vinden, www.wsf.com/nlouof.be. Dan wordt u ook op deze URL terug geadresseerd. Daar vindt u dus hier op Futures CFD en aandelen u alle technische gegevens, zoals signaalradar of tradingsignalen, techscan, screeners. En hier vindt u ook de 75 tradingstrategieën terug die wij aanbieden. Alle deze tradingstrategieën zijn gratis, staat hier al, en zijn beschikbaar in het Nanotrader Full Platform en ook in de Demo Platform. Dus als u nog geen klant bent, kunt u registreren hierboven op Trading Demo en dan mag u registreren voor een demorekening. En dan kunt u dat ook testen allemaal. Alle strategieën, of vijf van deze strategieën, zijn beschikbaar op het Nanotrader Free Platform. Vele van deze strategieën worden door bekende traders ontworpen. Nieuwe strategieën worden regelmatig toegevoegd. Deze twee strategieën zijn in de laatste drie of vier weken toegevoegd worden. En u kan deze strategieën ook zelfs aanpassen of nog verder ontwikkelen. Voor alle deze strategieën is geen programmering of kennissen van programmeren nodig. Als u bijvoorbeeld hier start, 1 à 10 vindt u een groot aantal van strategieën. En een van de eerste strategieën die we
enkele jaren geleden met gestart zijn, dat was de strategie Open Trade. En hetzelfde principe geldt ook voor alle andere strategieën. Als u op meer klikt, vindt u eerst een beschrijving van de strategie, dus de titel, wie of welke beursauteur of boekauteur of ook professionele trader die strategie ontdekt heeft of geprogrammeerd heeft. U vindt de details van de strategie terug, dus wanneer wordt de positie geopend, wanneer wordt de positie gesloten. U vindt een positieve voorbeeld, een negatieve stop, vindt u altijd ook negatieve voorbeelden terug. En hoe u de strategie moet toepassen op het NanoTrader platform. En dat zal ik u ook tonen in de loop van het webinar. Wij beginnen met de eerste strategie, de Daily DAX strategie. Dus wat is het interessante aan de Daily DAX strategie? Zoals de naam al zegt, is de strategie een strategie voor bijna elke dag. Dus u kunt met deze strategie de DAX elke dag traden. Maar opgelet, niet elke dag hebben wij ook een signaal. Er zijn verschillende voorwaarden, die moeten allemaal passen. En die moeten allemaal samenkomen om rond 13:30 uur. En als deze voorwaarden ook toepassen, dan hebben wij een signaal. Het is een combinatie uit twee tradingconcepten. Deze Daily DAX strategie werd ontworpen om te tonen dat trading ook echt eenvoudig kan zijn en voor iedereen toegankelijk is. Ja, de voordelen van deze Daily DAX strategie is A, dat ze gemaakt wordt voor een zeer populaire beursindex, zoals de DAX. Dat is een van de meest getradede instrumenten bij BASF Invest. Niet alleen maar door Duitse klanten, maar ook door Europese klanten en Belgische klanten. De strategie is heel simpel en ter zake. Gebruikt enkele belangrijke technische analyseconcepten en heeft goede backtestresultaten. Het is een combinatie dus uit twee tradingconcepten. Wij hebben een bepaling van een trendrichting en van een trendkracht. Ja, u weet dat als u een grafiek bekijkt, bestaat er altijd ergens een trend. Het gaat naar boven of naar beneden. Dus u kunt bijna altijd een trendrichting vaststellen. Ja, het gaat naar boven of naar beneden. Maar u weet niet altijd, is deze trend ook intensief? Ja, is daar een bestemde kracht daarachter? Dus heeft die trend een intensiteit? Ja. En hiervoor hebben wij dus niet alleen maar een indicator om de trendrichting te bepalen. Ja, dat is de moving average van 10 perioden, dus de gemiddelde van 10 perioden. Maar we hebben ook een tweede indicator, dat is de average daily range indicator. En die bepaalt de trendkracht in dit geval. Als nu om 13:30 uur wordt op de grafiek gekeken en wij hebben twee voorwaarden. De koers, dus de koers van het instrument, dus in dit geval van de DAX-index, moet boven de gemiddelde van 10 perioden liggen. En de ADX moet een waarde hebben van boven de 25. De ADX is een mathematisch berekende waarde tussen 0 en 100 punten. En als die boven de 25 ligt, zeggen wij van de technische analyse, dan hebben wij een trendkracht hier, die ligt daarvoor een trendkracht. En als die te weinig is, dus onder de 25 punten zit, dan is de kracht niet krachtig genoeg om hier een positie of een signaal te genereren. Dus 13:30 wordt er gekeken naar de chart van de DAX-index. En we gaan long als de koers boven de moving average 10 ligt. U ziet hier een link, de linkerkant beneden, een voorbeeld van een long trade. In dit geval hebben we het signaal om 13:30 uur met een groene achtergrond in de grafiek getekend. U ziet het hier en u ziet ook een klein groen driehoekje. Onder die kaars van 13:30 uur. Dit wil zeggen dat we hier een long signaal hebben, omdat we juist net boven de moving average
10 perioden zitten. Dat is de mauve lijn. U ziet deze lijn hier, die onder de die in die grafiek een beetje onder de koers beweegt. Hier naar boven en hier een beetje zijwaarts. En hier naar beneden terug. Dat is de gemiddelde van 10 perioden. En dus wij zien hier, zijn hier net eens boven deze lijn. Dus de eerste voorwaarde is positief. Dus we hebben de koers die ligt boven de moving average 10 perioden. En de ADX, de average daily range indicator, zit ook boven de 25 punten. U ziet hier in deze kaars. Ik zal het ook een beetje met een laser pointen. In deze kaars. Dus zitten we ongeveer hier bij een plus of min 30 punten. Dus we hebben twee positieve signalen. En het resultaat is, wij kopen long. Dus we stappen in de positie, in een long positie. We kopen aan de DAX-index om 13.30 uur in deze strategie. En u ziet het, rond 19.20 of 21 uur stappen wij hier dus in de avond uit deze positie uit. En dit gebeurt om 21.30 uur, staat hier ook. De exit is altijd een flat filter. Er bestaat geen stop. En er bestaat ook geen koersdoel. Dus we laten die positie alleen maar lopen in de loop van de dag. Dus vanaf 2:30 tot en met 21:30 s'avonds loopt deze positie rond 8 uur lang. En ja, er bestaat geen stop, maar er bestaat wel een flat filter. Flat filter, dat is een speciale functie van het NanoTrader platform. Daarmee kunt u dus instellen dat de platform automatisch uw positie op een bepaalde uur sluit. Dus u ziet, deze strategie is gemakkelijk. Ja. Je moet niet veel verstaan, je moet niet programmeren, je moet geen kennis hebben van programmering. En deze strategie kan onmiddellijk toegepast worden in het NanoTrader platform. We zullen het een keer doen. Ik ga eens op mijn NanoTrader platform. Ik kan een grafiek. Ik kies voor mijn CFDN Forex instrumenten. Ik klik op indices, indices Europa. En hier vind ik de DAX 30, Germany 30 terug. Ik klik met een rechte muisknop op dit instrument. Ik open de template studies, dus rechte muisknop op Germany 30. U klikt op template studies. U gaat naar WHS-strategies en u gaat naar de Daily DAX. Het is zo eenvoudig dat met één klik, dus rechtsklik, ja, u gaat via de menus en de contextmenu op strategieën en Daily DAX. En dan een linksklik voor de keuze en de bevestiging deze strategie uit te voeren. En laden. Data worden geladen en de programmering van de strategie wordt er ook geladen. Dus wat gebeurt er nu? Ik zal onder de kleinere venstertjes een beetje naar boven. Dan kunnen we beter zien hoe deze strategie werkt. Dus we hebben nu een grafiek met het aantal van signalen uit de laatste weken, 3-4 weken. Vanaf eind of april tot en met nu 20 maart. Wij zien longsignalen in een groene achtergrond. Zoals hier en hier. We zijn shortsignalen met een rode achtergrond. En wij zien ook altijd elke avond de flat filter. Dat is de lichtje grauwe, grijze zone. Ja, en als een shortsignaal, dan moet hiervoor voor een shortsignaal moet de koers onder de moving average van 10 liggen, in dit geval. En ook, maar we moeten ook een krachtige trend hebben. Dat is ook een van de twee voorwaarden. Dus er bestaat niet elke dag een signaal. Dus er bestaan ook dagen waar we boven of onder die moving average zitten. Maar er bestaan ook dagen waar wij geen krachtige trend hebben, dus als de ADX een waarde heeft van minder dan 25 punten.
In dit geval, in dit rechte voorbeeld, zien we dat op deze dag, de 17e maart, hebben wij om 13.30 uur wel een rode achtergrond. Dus we hebben een signaal, een potentieel signaal. Maar kijk hier, in dit kaars hebben wij een waarde van min of meer 20 voor de average range indicator. Dus dat wil zeggen geen trade, geen sell short, omdat de waarde niet boven de 25 zit. Hopla, ik ben een beetje vlug geweest. Zo, hoe doen we dat nu? We hebben de grafiek geopend. We zullen eens kijken naar de laatste 2 dagen. Ik zoom een keer op de chart, de grafiek. En hier is een voorbeeld van onze dag van gisteren, 19 mei. Wij hebben hier een signaal, 13.30 uur. Dat is de candle of de kaars van 13.30 uur. Hier ziet u het short signaal. In deze kaars zijn wij bij de average daily range ongeveer op deze hoogte. Dus daar ziet u het rechts, dat is een waarde van 37,93. Dat is de average daily range waarde. Dus 2 voorwaarden zijn positief. We zijn net onder de moving average. Je ziet dus die periode hier, die is wel dicht bij de koers. En wij zijn boven de 25 van de average daily range indicator. Dus sell short signaal. In dit geval short hier. We zijn geflattend, dus met de positie, we zijn uitgestapt hier. Dat is alleen maar een kleine winst van enkele punten. Vandaag hebben we ook een signaal gehad. Wij hebben om 13.30 uur, we zijn hier ingestapt. Kijk, en de waarde van de average daily range op dit uur op ongeveer 13.30 uur is ongeveer bij plus of, ja, min of meer 30 punten geweest. Dus ook een long signaal, achtergrond en een long signaal. En voor het moment zijn we op een mooie weg naar boven. En eerder in de maart ook een short signaal gehad hier. En wij zijn met een winst uitgestapt, s'avonds van ongeveer, ja, we zijn short gegaan hier aan een niveau van 15.445 ongeveer. En ze hebben dan terug bij, ja, ongeveer 80 verkoopt, ja, of teruggekoopt. Dat is ongeveer een winst van 60, 65 punten met 1 DAX. Dus met 1 DAX 67 euro. Dus de laatste 3 dagen zijn heel positief geweest voor deze strategie. Oké, volgende strategie. Open trade. Open trade. Dus was een van de eerste strategieën van WH Safe Invest in de beginning. En is een heel bekende strategie. Het is een heel eenvoudige strategie. Ze baseert zich op het koersverloop gedurende het eerste beursuur. Dus er zijn verschillende trading auteurs, zoals Raschke bijvoorbeeld of Momoine, die in hun boeken bespreken enkele varianten van een dergelijke strategie. De strategie open trade kan worden toegepast bij de opening in Europa, ja, vooral bij de DAX-index. En eventueel ook een tweede keer 's namiddags wanneer de Amerikaanse markten openen. Dus je kunt het ook toepassen op de Dow, de Nasdaq of de Russell 2000. Posities worden altijd gesloten op dezelfde dag. En met de open trade strategie kan men op een beursindex dus 1 of 2 trades per dag doen. Ja, hoe werkt de strategie in het detail? Het is een gemakkelijke strategie en vooral het grote werk, of ja, het meeste werk wordt gedaan in de eerste beursuur. Dus u ziet het, er wordt een trendkanaal tussen de hoge en lage punten tussen 9 uur en 9 uur 40 getekend. Hier in dit voorbeeld, op dit grafiek, zien wij dus de trend, de dalende trend, s'nachts, ja, dat is alleen maar s'nachts tussen 4 of 5 uur, tot en met 9 uur 's morgens daalt de koers. En vanaf 9 uur wordt er een trendkanaal getekend met de hoogste hoogs. Die worden alleen maar verbonden met een dunne rode lijn
dunne groene lijn en de laagste laagpunten worden verbonden door een rode lijn. In dit geval is dit het laagste laag en het hoogste hoog. En dan hebben wij dus een trendkanaal tussen deze twee punten. Om 49 wordt de groene lijn en ook de rode lijn een beetje dikker. Je ziet het, die zijn is niet meer zo dun als tussen 9 en 9:40. En dit betekent de startpunt van de strategie zelf. Dus vanaf 9 tot 9:40 wordt een trendkanaal bepaald. En daarna, vanaf 9:40 tot en met 's middags om 13:00, is de, ja, is de tradingzone, zoals je wilt, tradingzone. 49 is startsignaal en dan volgen wij de koers en de verloop van de DAX. En als wij een uitbraak zien, dus een breakout hebben, niet alleen maar een touch, dus we, het is niet voldoende als de DAX een beetje naar boven kijkt, boven deze lijn en terugkomt en dan netjes beneden deze lijn sluit, maar hij moet wel boven deze lijn ook sluiten. Dus hier ziet u de groene kaars, die sluit lichtjes boven. En dan hebben we een bevestigde uitbraak. Dat betekent voor ons hier een long signaal. Als we nu naar beneden een cross doen, of een uitbraak naar beneden, dan hebben we een short signaal. Dus het is terug heel eenvoudig, de strategie. We tekenen een trendkanaal tussen 9 en 49. Wij kopen long aan. Als we een breakout hebben en een close boven de 40 minuten trendkanaal. En wij kopen short. Dus we gaan short, we doen short selling. Als we een breakout naar beneden hebben en een sluitkoers beneden de 40 minuten trendkanaal. Dit is alleen maar hier van 49 tot en met 13:00 hebben we deze trendkanaal. Dat is de 40 minuten trendkanaal. Wij stappen er altijd uit om 13:00 's middags. Dus ook terug met een flat filter of via een stop en een koersdoel. In dit geval gebruiken wij een multiple van de average true range, de ATR indicator. In dit geval links, het voorbeeld links toont een positieve trade, dus hier gaan we long en we stappen eruit aan het koersdoel. U ziet het koersdoel, dat is een kleine groene lijn en het stop niveau is een rode lijn, hier ligt beneden de instappunt. In het rechte voorbeeld ziet u een negatieve trade of een uitgestopte trade. We gaan hier long als de groene kaars sluit boven het 40 minuten trendkanaal en we komen een beetje terug en worden er hier uitgestopt. Als we dus tot en met 13:00 geen signaal hebben, geen long of geen short signaal, wordt er ook geen nieuwe signaal ingenomen, dus vanaf 13:00 is de strategie dood. Als wij een signaal tussen 49 en 13:00 hebben, stappen wij eruit, het laatste om 13:00 met een flat filter of daarvoor met een stop of met een koersdoel. En opnieuw tonen we deze strategie nu in NanoTrader. We moeten niet de grafiek opnieuw laden, we kunnen alleen maar hier de studie veranderen. Dus ik kan het symbool veranderen, maar ik kan ook mijn template veranderen. Ik klik link met de linkermuisknop op studies. Ik klik op template studies. Ik klik op WH self-invest strategies. En ik zoek naar WHS open trade. Et voilà. Nu verandert die alleen maar van strategie. Dus geen nieuwe data te laden. En die in nu signalen uit de, hopla, uit de laatste dagen. Ik zal de laatste drie signalen een keer inzoomen. En we bekijken nu de signalen van de laatste dagen. We starten met het signaal van vandaag. Zo. Wat hebben we hier? Hier de trendkanaal. Trendkanaal tussen 49. We hebben een uitbraak naar beneden om 10:25 uur. Dus we gaan short. Aan het einde van deze kaars gaan we short. En de DAX loopt ook mooi naar beneden, maar hij draait dan toch 1:15 voor 12 in de, ja,
een stijgende richting. En slecht voor ons, wij zijn uitgestopt met een flat filter, maar we hebben minder verloren dan met een stop, omdat die stop niet werd bereikt. Dus hier stapt de flat filter opnieuw uit deze positie uit. Normaal gezien op la. Zo. Waar heb ik terug de informatie? Okay. Dus hier ziet u de timeblocker. Zoiets als de flatfilter. De timeblocker die zorgt ervoor dat we uit deze positie uitstappen om 13 uur. Het signaal van gisteren. Zullen we nu eens bekijken. Het signaal van gisteren. Ook hier rond 10 uur. Ja, vandaag was 10 uur 25, hier is 10 uur 15. Short signaal, niet uitgestopt, maar ook hier de flat filter om 13 uur. En ja, er is geen groot verlies, maar ook geen winst geweest op deze positie. En het signaal van de 18e maart, wat zien we hier? Hier hebben we een winst gedaan. We zijn hier heel vlug om 9 uur 45 al. We hebben een uitbraak gezien naar beneden en we hebben een kleine winst gedaan. Met een verkoop om 13 uur. Ja, dus u ziet ook een heel eenvoudige, gemakkelijke strategie, deze in NanoTrader toe te passen. Morning Buy, de derde strategie. Terug een heel eenvoudige strategie. Je moet daar niet veel leren en veel van verstaan. Morning Buy werkt na het volgende principe. Vroege aankoop. En nooit short gaan en laten verkopen. Dus dat is het principe van morning buy. Gemakkelijk en alleen maar long. Dus voor iedereen die bang is voor een short trade, die mag ook deze strategie toepassen in NanoTrader. U koopt altijd vroeg 's morgens de positie aan en u verkoopt het heel laat in de dag. Dus 's avonds rond 21:30 uur. De morning buy strategie. Concentreert zich zo als ook de eerste twee strategieën op Europese beursindexen. Er worden enkel koopsignalen uitgevoerd en shortsignalen worden dus genegeerd. En ja, en open posities worden aan het einde van de dag gesloten. Het is terug heel eenvoudig. We hebben één technische indicator, dat is de Moving Average Convergence Divergence, met de normale waarden van 12 en 26. 20. Dus deze MACD-indicator bepaalt de trend van de dag. Ja, en dit over een tijdstip van 4 uren. Dus het is een grafiek van 240 minuten. En in deze grafiek van 240 minuten hebben we dus de MACD in de achtergrond lopen. En de MACD wordt positief, is positief, als de lijn van 12 perioden boven de lijn van 26 perioden ligt. En die wordt negatief als er een bearish cross is. De korte lijn, dus de snellere lijn van 12 perioden, een bearish cross of een breakout of een uitbraak naar beneden door de 26 perioden lijn doet. Hebben wij een positieve MACD, hebben wij een groene achtergrond. Hebben wij een negatieve MACD, zien wij een roze achtergrond. In dit geval hebben wij 4 tradingdagen. Dit voorbeeld. We hebben 3 long trading dagen. Dus ja, het staat geen short trading dag, maar we hebben 3 trading dagen waar een positieve MACD bestaat. En op de 4e trading dag, je ziet het hier helemaal rechts, wordt de MACD negatief. Dus het bedoelt voor u of voor ons geen trade. Ja? Dus wij gaan long. Dat is de voorwaarde terug. Wij gaan long om 9:30 uur. Bij een positieve MACD. We hebben meestal gezien een positieve MACD, maar in dit 4e geval, op de 4e dag niet. Dus daar is een dag zonder positie. Ja? Dus ook deze strategie, zoals die 2 daarvoor, is ook niet elke dag een signaal. Ja? Je moet niet elke dag een signaal hebben, maar in het meeste geval zijn er wel signalen. Oké, na de bepaling van de trend door de MACD gaan we dus long om 9:30 uur. En wij stappen uit de positie ook terug met een flat filter om 21:30 uur of met een stop of met een koersdoel. De stop zit
niet te ver weg. Stop is dichtbij, bij ongeveer 1%. De koersdoel ligt ver weg, bij 3%. Ja, dus dan is een koersdoel die ver weg is en in normaal geval wordt die niet bereikt. Het is heel raar dat die op een jaar een keer bereikt wordt, maar het is om de winsten een beetje lopen te laten. Dus we geven de winst meer ruimte en we proberen een grote beweging mee te nemen. Dat is de bedoeling. Maar wij beperken ook onze mogelijke verlies met dus 1%. We hebben hier 3 dagen, consecutieve dagen. Je ziet het hier. We hebben een long trade in de eerste dag met een klein verlies. Ja, wij zijn dan dus lichtjes onder de instapkoers. Ja. Dan de tweede dag gaan we terug long. 39, terug in positieve MACD. Je ziet de achtergrond is groen. En we stappen uit met een mooie winst. Ik denk dat zo rond 1% of 1,5%. Hier zijn we bij 3%. En de derde dag terug een winst van ongeveer 1%. Dag 4, long positie en een verlies. We stappen eruit met een verlies van 1%. En dat is de volgende dag met de short. Nee, niet met een short trade, maar met een negatieve MACD. Dus 4 signalen. 1, 2, 3, 4. En op de vierde dag dus hebben wij in dit geval, in dit voorbeeld, een negatieve trade. Of we zijn hier uitgestopt. Ook deze strategie is gemakkelijk toe te passen in het nanotrader platform. We gaan terug klikken op studies. Template studies. WHS strategie. En we gaan op zoek naar de strategie. Morning Buy. Morning Buy Europa, maar je kunt ook Morning Buy US doen. Er bestaat ook een tweede variante van voor de Amerikaanse markt en zo als ook bij Open Trade. Zo. Daar hebben we de strategie. En hier de strategie in live. We zien de MACD. Ja, op de 240 minuten of op de 4 uur grafiek. Het is een aggregatie van de master grafiek is een 30 minuten grafiek. Je ziet er linksboven staat 30 minuten. En de subwindow, dus de kleine grafiek beneden van de hoofdgrafiek, is een aggregatie, dus een multiple van de master grafiek. En 8 keer. De mastergrafiek hebben wij een aggregatie 8 keer. Dus, dus 1 periode hier is 8 periode de mastergrafiek. Dus een beetje meer gecondenseerd. Ja, dat is een 240 minuten grafiek dus. En om de trend een beetje langer, een langere termijn te bepalen. Wij kijken eens naar de trades van de laatste 3 of 2 of 3 dagen. We zoomen een keer op de grafiek in. En wat zien we hier? Wij zien na een fase van 3 dagen met een negatieve MACD, dus met een negatieve indicator, zien we hier op de 14e mei een long trade. Wij stappen hierin op 15.300 rond. En wij stappen s'avonds om met 150 punten winst. Dat is niet slecht. Dus dat is een winst van €150 per Germany 30 lot. En als u daar met 5 of 10 lots werkt, heeft u dan een winst van ja, 750 of €1.500. De volgende stappen wij terug in hier op dit niveau. 15.370 ongeveer. En wij verkopen s'avonds met ongeveer een winst van 50 à 60 punten. Dat is niet zoveel, maar is ook een winst. Derde dag stappen in bij ongeveer 15.390, maar wij verliezen ongeveer 60 feet. Er zijn een groot aantal van winsttrades, maar er zijn ook een klein aantal tussendoor van verliezende trades. Maar ik denk in het algemeen, dus op een lange termijn, heeft u hier meer winsttrades dan verliestrades. En last but not least, Turnaround Tuesday.
Turnaround Tuesday is een van de strategieën die je ook kunt abonneren in onze Investui service. Ja. Je weet, we hebben, of misschien weet je het niet, we hebben ook een Investui, een investment programma voor iedereen die graag wil in strategieën investeren. Wij doen dit ook met een POA, dus met het Power of Attorney, met een mandaat. Dus je mag ook je mag het zelfs doen met een klik. Het is dan zo als een mail- en klik-systeem. Je krijgt een e-mail met een signaal en je klikt als je wilt meedoen met deze trade. Of u zegt, oké, uw WSF Invest mag het gemakkelijk voor mij doen. En ik bepaal de risicocategorie. Turnaround Tuesday is een van deze vier strategieën. Ja, ontwikkeld door de Duitse vermogensbeheerder en strategieontwikkelaar André Stagge. André Stagge heeft al meerdere 100 miljoen vermogen beheerd bij een Duitse grote fonds. En ja, hij heeft veel strategieën ontwikkeld in de laatste jaren en een daarvan is de Turnaround Tuesday strategie. Wat wil deze Turnaround Tuesday nu, strategie nu in het detail zeggen? Het is heel eenvoudig. Als de DAX beursindex, dus maandagavond, bearish is, dus als die daalt, dan kopen we een positie en we houden ze gedurende 36 uur, dus één dag en een half. Ja? Dus we kopen die maandagavond en we flatten die dus dan woensdagmorgen. Ja? Dat is de belangrijke, dat zijn de belangrijke uurtijden. Om te bepalen nu of de DAX bearish is, maandagavond, wordt een voortschrijdend gemiddelde berekend over 34 dagen, dus een moving average 34. En indien op maandagmiddag de prijs onder die gemiddelde ligt, dan wordt maandagavond een positie gekocht. Er wordt nooit short gekocht, alleen maar long, ja, zoals bij morning buy. En dus indien op maandagmiddag de prijs onder de ligt, wordt dan maandag positie gekocht. En indien de sluitkoers vrijdag boven de gemiddelde ligt, wordt de positie geopend. De strategie plaatst geen koersdoel en geen stop los. Ja, dat is heel belangrijk. We zijn zo een beetje zoals open, nee, niet als open trade, zoals de eerste strategie Daily DAX. Geen koersdoel, geen stop. Maar we hebben vertrouwen in de strategie. Dus bepaling van het bearish sentiment door de moving average 34. We kopen aan long maandagavond 5:30 als de koers onder de gemiddelde van 34, onder de gemiddelde, dus de moving average van 34 zit. En een woensdag morgen 9:00 kopen we terug de positie, of verkopen we de positie aan de marktprijs. En dat is de performance van de strategie. Live getraden van André Stagge tussen januari 2007 en januari 2016. Terug op NanoTrader platform, veranderen we van strategie. We gaan terug op Template Studies, WHS strategieën en we gaan op zoek naar Turnaround Tuesday. Turnaround. Hier is de strategie. Ja, wat zit hier nu? Ik heb het geladen. En voilà. Hier is de strategie Turnaround Tuesday. En we zullen eens kijken wat er gebeurd is. Laatste week, deze week. Ja, nee, start deze week. Deze week is gestart op 17. We zijn nu de 20e. Op 17 maart, dus dat is maandag. Hier zit de strategie. Hier is de moving average 34. Dus we moeten kijken. Waar zit die op maandag? Wij zitten niet. Ah, ik kan die keer in. Hopla.
niet. We zitten niet beneden, dus er was geen signaal op maandag. Hier zit. Heeft niet echt het koopsignaal, maar we hadden geen dalende trend. Maar je kunt hier ook niet in de backtest of in de grafiek, in de geschiedenis van de grafiek, kunt u ook niet het signaal zien zoals in andere strategieën. Een strategie die moet u dan bekijken. Dus maandags namiddag hebt u gemiddelde moving average 34 perioden en zit die grafiek, dus de koers van de grafiek van de DAX, dan beneden deze waarde of zit die boven deze waarde. Zit die boven, hebben we geen turnaround Tuesday signaal en we kopen dus ook geen positie aan. Dat bestaat ook niet ieder dag of iedere week een signaal. Dat is een strategie waar u alleen maar één signaal per week heeft en niet elke dag, zoals bij bijvoorbeeld Daily DAX. Hier is de mogelijkheid dat u elke dag een signaal heeft. Aan de meeste dagen heeft u een signaal, maar niet elke dag. Open trade heeft u ook de meeste dagen een signaal, maar ook niet elke dag. Morning buy, hetzelfde. En deze strategie is alleen maar één signaal per week. En dit signaal is maandagavond om 17:30. Dat heb ik u al laten zien op de website www.wsfinvest.be. Als u klikt op strategieën, krijgt u ook voor alle andere strategieën een gedetailleerde beschrijving van de strategie. U krijgt een samenvatting. Daar staat erin voor welke type trader is de strategie geschikt, voor welke markten, de frequentie van de signalen. Voorbeelden van trades met screenshots hebben we voor elke strategie, positieve en negatieve. Soms heeft u educatieve films. En er wordt ook uitgelegd hoe je de strategie moet toepassen in het nanotraderplatform. En soms heeft u ook enkele mooie backtest-resultaten. Ja, een keer kijken. Hopla, ik kijk een keer als er vragen zijn nu van uw kant. Nee, voor het moment zijn geen vragen van u. Ik heb nog een vraag aan u, van mij. Moest er iemand zijn die geïnteresseerd is voor het openen van een rekening bij ons, mag die nu op ja klikken, dan kan ik hem morgen of de loop van de volgende week opbellen. Misschien heb ik daar nog een speciaal aanbod voor u. Als u wilt wissen naar een nieuwe broker of als u nog geen broker heeft en eerste broker zoekt, kunt u nu op ja klikken. Anders klik je gewoon op nee. Ja, dat is het voor vandaag. Ik zeg hartelijk bedankt voor de deelname aan mijn webinar. Als u de herhaling wilt zien, kunt u deze herhaling zien in ongeveer 7 à 10 dagen op de kanaal van WH Self Invest Nederland bij YouTube. Dus wij hebben een eigen YouTube-kanaal en die noemt WH Self Invest Nederland. U gaat op YouTube, u klikt op de zoeklijst en daar typt u in WH Self Invest Nederland. En normaal gezien staat het webinar 7 à 10 dagen later op deze kanaal. Hartelijk bedankt en nog een prettige avond voor iedereen. Dank u.